Wij zijn actief op het gebied van de watertechniek. En dan met name grondwatertechniek zoals bronbemaling en grondboringen. Nou, je komt ons tegen bij veel projecten rondom de civiele betonbouw, de aanleg van ondergrondse infrastructuur en natuurlijk ook verschillende bouwputten. Nou, dan betreft het toch voornamelijk de wat grotere bronbemalingsprojecten, maar ook zeker het hele omgevingsmanagement ontzettend belangrijk is. Dus dat we de data moeten verzamelen van de omgeving, hoe de grondwaterstanden zich verhouden. Of ze niet te laag komen of niet te hoog. Zodat we dat ook goed kunnen rapporteren naar onze klanten en onze belanghebbenden rondom het hele project. In het verleden voornamelijk handmatig. Als je dan ergens pijlbuizen had geplaatst, dan moest je met een pijllood dingen gaan registreren. Dat handmatig op gaan schrijven en administreren. En dat ook gaan communiceren, zal ik maar zeggen. En toch dat er steeds meer behoefte komt aan real-time data en ook mooie overzichten. En dat je dat iedereen in kan loggen, ja, dan is dit absoluut een must. Nou, voor ons is de kwaliteit en de betrouwbaarheid ongelooflijk belangrijk. Je kunt je natuurlijk voorstellen, tegenwoordig een omgeving rondom een bouwput of een leidingssleuf. Die wil gewoon betrouwbare data hebben. En iets wat natuurlijk ook met weinig storingen te maken heeft. En dan vind ik het gewoon verschrikkelijk belangrijk hoe je geholpen wordt bij Eikelkamp. Mocht er iets technisch aan de hand zijn, dan staat er wel een heel supportteam voor je klaar om dingen te kunnen regelen. En daar kun je wel van op aan. Dat is verschrikkelijk belangrijk. Ik zeg wel, er zijn meerdere aanbieders om apparatuur te leveren, maar het is absoluut een enorme pre dat de service die erbij komt kijken. En vooral omdat wij natuurlijk wel projecten proberen dingen te integreren met elkaar. Hè. Dus verschillende data die vanuit de bemaling komt, maar ook de data uit de omgeving, dat we rond naar één webapplicatie te brengen. Dat zijn wel zaken, daar ondersteunt de Eikelkamp fantastisch mee. Het is heel veel de data voor grondwater. Dus niet zozeer hoeveel wij onttrekken op dat moment, maar wel dat waterstanden. Dat is eigenlijk 90% van hetgeen wat Eikelkamp ook doet. En daarnaast, omdat er tegenwoordig toch wel heel veel specifieke kennis op komt en ook met de hoeveelheden, kan Eikelkamp het ook prima voor je installeren op locatie. Ja, het is vooral, wij willen toch uitstralen dat een klant bij ons in ieder geval een zeer betrouwbare partner heeft op het gebied van de techniek. Je kunt voorstellen, er wordt natuurlijk geïnvesteerd in een bepaalde hulpconstructie, dat je een droge bouwkuip hebt en dat je een veilige omgeving hebt. En we horen natuurlijk ook gewoon partners bij die daar net zo in staan. Ik moet daar ook van op aankunnen. Als een klant van mij op aankunnen, moeten ze ook van mijn partners op aankunnen. Dat ben je bij Eikelkamp aan het goede adres. Ja, ik denk dat we alleen nog maar meer gaan samenwerken, want ik voorzie dat er steeds meer behoefte komt aan dataverzameling en het verspreiden van goede data. In dat opzicht worden wij natuurlijk ook wel steeds meer een soort dataverwerkende organisatie. Ik hou ook van, dat is hetzelfde verhaal, als je betrouwbaar wil zijn, dan moet je denken in lange termijnen. Dus ook hoe je samenwerkt als partners. Dus ik voorzie voor dat een mooie toekomst. Nou, we wonen natuurlijk in een enorm dichtbevolkt land. En dat betekent dat er met enorm veel belangen. Je hoeft natuurlijk de media maar op na te slaan van wat er kan gebeuren met huizen. Je kunt te maken hebben met aardbevingen, daar wil je data van hebben. Maar in ons geval met grondwateronttrekkingen, die kunnen leiden tot schadelijke gevolgen, zoals setting onder andere. En dat kan natuurlijk niet anders dan dat je daar betrouwbare data over hebt. Het moet natuurlijk allemaal wel veilig zijn. Mensen moeten ervan op aankunnen dat als ze ergens aan het werk zijn, dat er geen scheuren in hun woning komen onder andere. En dat is natuurlijk ook logisch dat je tegenwoordig heel transparant moet zijn, ook in het verspreiden van zulke zaken. En zeker ook als dat soort data real-time bij je komt, dan kun je natuurlijk ook real-time bezig zijn met het modelleren, het analyseren en ook eventueel waarschuwen of ingrijpen.